Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video hier live op mijn kanaal. Wij gaan vandaag FIFA Ultimate Team spelen. Allee, ik ga eventjes mijn nieuw team laten zien. Ik heb mijn team een beetje omgebouwd voor de Division Rivals en mijn rewards en zo. Ik heb er ook veel gekocht. Maar nu zijn we Ultimate Team aan het induiken. Dus. Jazeker! Dus ja, Ultimate Team is. Zijn we aan het induiken. En Team of the Week 6 is uit. Dus ja. En nu gaan we naar de selectie. Oké. De doelman is Kepa. Oei, ja, die Havertz. Eigenlijk is een leegspeler, dus. Moet hij eruit. Ik ga dat in het centrum moeten zetten. Van de week. Oké. Oh shit, man. Oké. Op mijn keeper dingen staat de one and only Kepa nog steeds. Centrale verdediger Rüdiger. Linksachter is Marcos Alonso. Rechts centraal verdediger Thiago Silva. Zijn Champions League kaartje. En rechter Azpilicueta. Shakiri is in rechts midden. Centrale middenveld rechts Hakim Ziyech. Links centrale middenveld Tony van der Beek. Links midden Diogo Jota. In de spits, op links, staat Richarlison. En rechts staat Team of the Week, Olivier Giroud. Op de bank staat doelman Edouard Mendy van Chelsea. Alexandre Lacazette van Arsenal. David Luiz van Arsenal. Soyuncu van Leicester. Shaw van Man United. Bergwijn van Tottenham en James Rodriguez van Everton. Bij de reserve staat Fabian, Tammy Abraham van Chelsea en Lucas Vazquez van Real Madrid. In de club heb ik staan Mbappé, leenspeler, Sterling, leenspeler, Cantona, leenspeler, ja, Sancho, zijn contacten op, Trent Alexander-Arnold, Haaland, Havertz, Eriksen, Milinkovic, Savic, Team of the Week die we gepakt hebben, wat ik eigenlijk ook al in mijn vorige video. David Silva, Florenzi, Gabriel, die heb ik gekocht voor RFK. Buffon, Marco Asensio, Rodrigo, João Felix. En voor de rest heb ik eigenlijk niks meer gepakt, dacht ik. Ja, Origi had hem nog gekocht. 1800 munten. Ja, Praat had ik misschien nog gekocht. Weet ik niet. Had ik Praat nog gekocht? Nee. En Giroud heb ik voor 12,5k gekocht. Richarlison voor 3,2. Dus eigenlijk in deze team Ziyech is de duurste. Denk ik. Of Diogo Jota, nee. In deze team dat ik nu mee aan het spelen ben, is Ziyech de duurste. Dus eigenlijk 12,5, 14,5, brengt op ons op 17,5, 3200, 26,5, 29,700, 4000 is 33,408. Ik moet even mijn rekenmachine erbij halen. €1900 plus €7000 plus
9,4. Wacht. Oh shit, ik ben fout. Dus. €1.900 plus 3 euro heb ik daar aan betaald. Eerst eigenaar. Plus 7.000. Plus 9.400. Plus 1.800 plus 4.000 plus 4.000 14.500 plus 50 plus 12.200 plus 3.000. We hebben een 59k team. En Rudiger moet ik even bezien. Vergelijk prijs. 4,2. Een 63, 350. Mijn 63k-team. Wow. Ik heb al 63 van een 15k-team. Vorige week. Alleen een paar weken terug een 15k-team. Ik heb nu een 63k-team. Wow. Dat is echt serieus gespeeld. Maar het komt ook een beetje door mijn rewards en door... spelers dat ik heb verkocht en traden en zo, dus ja. Een 63k team, wajo mensen. Maar mensen, deze was de video. Smash dan zeker de like button voor mijn 63k team. Mijn webcam valt er niet goed. Smash dan zeker de like button voor een 63k team. Ik zie jullie guys. Woensdag terug met een nieuwe video. Doei!